wat zagen wij toch deze week in de kranten? Een oproep van het bestuur van de business. De dames en heren zijn alweer keihard aan de slag. Goed aan het nadenken van wat zouden we kunnen doen deze zomer. Maar er zijn natuurlijk nog steeds de beperkende maatregelen in verband met de corona. Wij zijn dus maar eens even verhaal gaan halen. En we zijn benieuwd wat de plannen zijn, wat wij kunnen doen als inwoners om plannen te bedenken. Dick, hoe zit dat? Wat gaan we doen deze zomer? Nou, allereerst wil ik even aangeven willen dat de business natuurlijk heel belangrijk voor Ommen is. Maar eigenlijk wel de gezondheid van iedereen in Ommen en in Nederland en van eigenlijk van elke burger, dat de gezondheid natuurlijk voorgaat. Maar ja, wij willen natuurlijk heel graag weer een business organiseren. Vorig jaar niet gedaan, helaas niet. Maar ja, we willen van de zomer weer graag los. En daar ja, zoeken we ideeën voor. En nou moet dat waarschijnlijk straks met 1,5 meter afstand of... Nou ja, hoe dan ook. Ja. Jullie hebben al evenementenvergunning aangevraagd. Daar kreeg je een pak papier bij dat je nog aan een heleboel eisen moet voldoen. Mochten die eraf gaan, mocht dan, nou, daar hopen we toch dat die bissing doorgaat. Natuurlijk erop. Iedereen willen dat we eigenlijk zo snel mogelijk gevaccineerd zijn en dat we gewoon weer kunnen doen wat we het liefste doen. Maar ja, dit is op het ogenblik zoals het nu lijkt, ja, wordt het toch wel een beetje lastig, denk ik. Maar goed, ik hoop echt willen dat het snel gaat met vaccineren. En dat we echt van de zomer vanaf juni dan, tenminste wat ze nu aangeven, dat je evenementen mag organiseren, dat we dan toch echt weer los kunnen. En wat zou de eerste dag zijn dat de bissing weer zou starten? Ja, dat is de maandag voor de tweede dinsdag van juli, voor de jaarmarkt. Maandag ervoor weer, van, ja, dan is de opening en vorig jaar, of voor 2 jaar geleden eigenlijk nu alweer, ja, was het een geweldig succes met Billy Calametti. Ja. Dus, en ja, dat wouden we eigenlijk vorig jaar ook alweer doen en we hebben de artiesten die we vorig jaar hebben kunnen boeken, die hebben we doorgeschoven naar dit jaar, dus we hopen toch echt veel van, precies, dat het kan. Ja. Ja. Henk, weet jij inmiddels wanneer de datum is? Ja, ik heb even stiekem gekeken. Dat is dinsdag 13 juli en dat betekent dus de opening van het businessseizoen maandag 12. 12 juli, ja. Dat is de streefdatum, maar jullie zijn nu alvast ja, aan het denken van wat kunnen we organiseren? Ja, we hebben alle commissieleden in de mail gevraagd voor ideeën. Ideeën op 1,5 meter. Ja, maar ook ideeën van stel je voor dat het wel gewoon los kan willen, van denk er in ieder geval alvast over na. Concreet kun je natuurlijk op dit moment nog niks. Maar goed, nu heeft de regering, zoals ik begrepen heb, een garantiefonds voor evenementen na 1 juni in het leven geroepen. En ja, we gaan even een mail sturen naar de gemeente in Ommen, hoe Ommen daar als gemeente en bestuur in staat. Dus dat wachten we ook even af. Ja, precies. En dan? En dan? Ja, nou, weet je, ik sluit me daar natuurlijk bij aan dat de veiligheid en de gezondheid boven alles staat. En dat garantiefonds waar Dick het zojuist over gaat, dat zou voor ons... Kijk, de doelstelling van die bissing is natuurlijk het vermaak van al onze gasten in en om Ommen. En dat zullen er ook dit jaar ontzettend veel zijn, want het is al bekend dat heel Nederland volgeboekt is. Dat hebben we ook vorig jaar gezien. En daarvoor wat gaan organiseren. En dan zitten we met die 1,5 meter. En als daar een garantiefonds komt op de een of andere manier dat je met artiesten of met een markt op ruimte met veel minder bezoekers, met wel die hoge kosten, dan zou je best wel wat kunnen organiseren. Maar daar lopen wij een beetje vast op, omdat wij niet voldoende creativiteit hebben. We zitten constant met al die regeltjes en daarom roepen wij ook iedereen op om, denk met ons mee. Misschien zien wij in al onze creativiteit iets over het hoofd, of wij zeggen van hé, maar dat is hem en dat zouden we wel kunnen gaan doen. Een frisse blik. Een frisse blik. Ja. En als ik zelf dan, kijk, mijn achtergrond is horeca, dus als ik dan denk op de regels zoals ze nu liggen, 1,5 meter. En die 1,5 meter blijft echt nog wel bestaan, maar de toegevoegde regels met boa's en met artsen aanwezig en al dat soort dingen, nou dan is het nagenoeg een... Nou, onmogelijk om iets te organiseren. Je zou nog best wel op een heel groot plein een 1,5 meter cultuur in kunnen stellen. Dat zou best wel kunnen. En ook met wat testlocaties en dat soort dingetjes. Dus je zou met minder publiek wel toe kunnen. Zeker ook als er een garantiefonds is dat je een hele goede band hebt staan. Wat we de laatste jaren ontzettend op hebben gebouwd s'avonds. En wij komen dan niet uit de kosten met elkaar, maar als daar een garantiefonds voor is, dan kun je voor de bezoekers die er nu zijn en voor onze eigen onderbevolking best wel iets organiseren. En wat denk je dan aan?
Nou ja, 1,5 meter. Je kunt het in vakken verdelen. Je kunt desnoods met een soort van tribunes gaan werken. Maar dat kost natuurlijk allemaal schrikbarend veel geld. Een andere insteek wat ook zou kunnen zijn, is misschien wel verbreden van het seizoen. Als het zomers te druk is, dat je wat breder gaat zitten. Dat je na het seizoen nog weer wat meer gaat organiseren. Bereik je misschien ook meer van de regiobevolking. Ook daarin zou... Vragen we eigenlijk onze bevolking, denk met ons mee, ja. Kunnen we daar iets aan doen? En een belangrijke wordt echt wel die vergunningregeling en dat garantiefonds waar we wat mee kunnen gaan doen. En, nou ja, en eventuele tegemoetkoming in de financiën links of rechts, daar waar dat kan en waar het nodig is. En jullie zeiden al, van tevoren hadden we natuurlijk eventjes erover gehad, zoals wat Trikkelbot had gedaan, hè, zo'n drive-in concert bijvoorbeeld. Ja, dat is natuurlijk een optie. Ja. Maar zie je ook nog andere ideeën? Of is dat nou echt... Ja, we weten het nog niet. Je kunt een drive-in bioscoop, een drive-in concerten doen. Waar we het al over hadden, Merlin, je zou iets op de weg kunnen creëren met bootjes. Ja. In samenwerking met Peters, dat je of een andere boot te verhuren. Ja. Een boot in, een drive-in, een drive-in. Iets dergelijks. Maar het is natuurlijk ook afhankelijk van beschikbaarheid van beveiliging en van BOA's. Je moet daar allemaal wel, dat is allemaal wel, je moet dat wel organiseren willen. Met politie, met BOA's. Ja, nou ja, goed. En het gemeentebestuur moet natuurlijk zeggen van oké, prima, daar gaan we in mee. Nou, wilden jullie graag een oproep doen? Of jullie hebben eigenlijk een oproep al gedaan in de lokale bladen en in de, in de dagbladen en alles. Doe je oproep. Ik zou zeggen, van iedereen die hele goede ideeën heeft hierover, zowel 1,5 of gewoon normaal, willen, meld je, stuur een mail met je idee naar info@omroepbissing.nl. Ja, en dan zijn we hartstikke dankbaar. Kijk, we krijgen nu op deze advertentie ook wel reacties van bedrijven, van evenementenbedrijven. Maar dat gaat er eigenlijk niet om, het gaat meer om de inwoners van Ommen. Die willen we graag erbij. Ik heb geen zin in lekker lang hard achterover.